Ik ben Jan Goossens. Ik ben directeur bij Artsen zonder Vakantie. En wij zijn een organisatie die professionelen naar Afrika sturen om daar capaciteitsversterking te doen. En wat er dus op mijn t-shirt staat, wij nemen vakantie in een Afrikaans ziekenhuis. En ja, dat is dus echt waar wij alle dagen voor staan en waar wij met onze teams dus kinderachter de dingen proberen te realiseren. We gaan terug naar de basis. We zien dat er mensen zijn in Afrika, in de ziekenhuizen waar wij een partnership mee hebben, die geen fatsoenlijke toegang hebben tot gezondheidszorg. Dat appelleert ons op onze rechtvaardigheid, op ons eerlijkheidsprincipe. En daar willen wij met de middelen, de mensen die we hebben, iets aan doen. Dat is het uitgangspunt eigenlijk van de organisatie. Stel bijvoorbeeld, iemand heeft AIDS, ik zeg maar wat, wat een zeer reële situatie is voor ons, dan heeft dat voor ons ook te maken met de culturele context. Als je bijvoorbeeld weet dat door eerlijk te zijn, dus dat betekent door te zeggen aan de man of vrouw van kijk, je hebt AIDS, dat die man of die vrouw daardoor buiten zijn samenleving, buiten de lokale samenleving wordt geplaatst, omdat familiebanden, klanstructuren daar zeer, zeer hecht zijn, toch heel anders zijn dan bij ons, en dan heb je wel een heel grote verantwoordelijkheid. En dus, anderzijds is er uw medische verantwoordelijkheid, als je weet dat die man of vrouw ook anderen kan besmetten. Dus dat is zeer fragiel, en dan worden die zaken heel dikwijls besproken met de lokale mensen. Soms zijn zij het best geplaatst, dorpshoofden, lokale geneesheren, andere notabele mensen met aanzien die erbij worden gehaald en die het dan in handen nemen om op een gegeven moment zonder afbreuk te doen aan de medische risico's, toch de man of vrouw niet geheel buiten zijn of haar lokale, kleine, grote klan, maatschappij, samenleving te zetten. Hè. Dus dat is heel, heel moeilijk. Is niet anders dan hier. Hè. Zeg je aan een patiënt van, kijk, je hebt kanker recht toe, recht aan. Ik denk dat dat ook te maken heeft. Daar is eerlijkheid, wordt daar op de weegschaal gelegd, wat je dan aan de andere kant, draagkracht van een patiënt, op de weegschaal legt. Verwachtingen van familie, verwachtingen van onmiddellijke naastbestaanden, dat heeft ook te maken met hoop. Ontneem je die zomaar, die kan je ook niet zomaar bij mensen wegnemen. Dus de eerlijkheid in zijn pure definitie, die kan je daar niet zomaar hanteren. Ik denk, dat is veel genuanceerder dan het zwart-witte daar rond. Maar uiteraard, ja, kom je er wel eens voor te staan. Mensen die uiteindelijk ook om euthanasie vragen, hoe ga je daar mee om? Kinderen die, waarvan je weet, in Afrikaanse context, van goed, als je zeer beperkt in middelen bent, ga je moeten kiezen tussen. Als je twee kinderen voor je hebt, het zwakste en het sterkste van de twee, ga je moeten kiezen voor het sterkste, omdat je weet dat het zwakste misschien toch, ondanks uw zorgen, toch zal het niet zal halen. Mijn allersterkste ervaring rond onrechtvaardigheid is er een geweest toen ik enkele jaren geleden op terugreis was van Oost-Congo over Rwanda, waar wij in Butare een tussenstop maakten. Dat is zo'n klassieke tussenstop. Daar is een Hotel Ibis. En dat is van een Belg die daar nog zit van in de tijd. En iedereen stopt daar zo om daar iets te eten, omdat dat een heel lang traject is. En terwijl wij daar zo zaten, kwam daar een meisje voorbij van 12 jaar, blote voeten. En aan haar hand een stok waaraan de blinde grootvader liep en zo kwam zij bedelen. Dat heeft mij zo naar de keel gegrepen als, ik zou bijna zeggen, metafoor van onrechtvaardigheid. Omdat
daar zaten twee bijzonder grote onrechtvaardigheden in dat tafereel dat ik daar zag. Eén, dat mensen moeten bedelen, dat is op zich al iets dat niet zou mogen, maar goed, dat gebeurt toch. Hè. Maar dat kind hoort op school te zitten. Dat hoort niet haar grootvader rond te leiden die blind is. En die man die had er, zou recht moeten hebben op een operatie, zodanig dat hij niet meer zijn kleinkind nodig heeft om te gaan bedelen. En vooral ook omdat dat kind had toen de leeftijd van ons Linde. En ik zag daar zo en denk ik van, dat kan toch niet zijn dat hier dat kind, bijna een spiegelbeeld in Afrika van onze eigen dochter, dat die dat zou moeten doen. Dat heeft me echt naar de keel gegrepen. En dat is een van de sterkste momenten die ik ooit beleefd heb in appel dat er op mij gedaan is, zo emotioneel in, met betrekking tot onrechtvaardigheid.